Misschien stel ik hoe groot is de kater? Ja, groot. Ik denk uh, ja, als je de wedstrijd uh, ziet en uh, je staat weer tegenover tien man. Net als afgelopen zaterdag. Uh, je staat 1-1. Ja, uh, ja, dan moet je die wedstrijd uh, in ieder geval uh, minimaal gelijk spelen. En, uh, ja, en uh, ja, je wordt uh, door twee uh, omschakelmomenten uh, waar je niet goed uh, verdedigt, uh, ja, sta je uh, met lege handen. Terwijl jullie eigenlijk daar een wat moeizaam begin de wedstrijd volledig uh, onder controle hadden, leek het. Ja, dat, uh, dat beeld had ik ook. Alleen ja, nogmaals, uh, we staan met legerhanden. Uh, uh, dus daarom een, een kater. Ja, ik vond wel bij HSC uh, ja, wat meer over mijn lijkmentaliteit dan uh, bij ons in uh, sommige duels. Ja, en dat, uh, ja, in dit soort wedstrijden moet je dat wel uh, brengen. En uh, ja, daar hebben we dat misschien te weinig gebracht. Maar met name waar ik, en dat heb ik de jongens net ook gezegd, als je tegenover tien man staat, ja, dan vind ik dat we meer rust aan de bal moeten hebben. En daar waren we te onnauwkeurig. En uh, dan moet je meer geduld bewaren tot het juiste moment om toe te slaan. En dat hebben we niet nagelaten. Is het dan inderdaad extra zuur dat het uh, zaterdag ook al misging tegen tien man? Ja, weet ik niet. Uh, afgelopen zaterdag een hele andere wedstrijd. Je hebt nu maar 45 minuten. En uh, nou, ik denk dat we uh, wat dat betreft uh, ja, het, het goed hebben uh, gedaan tot aan... Uh, ja, de 2-1 uh, achterstand, en, uh, maar ja, we staan met lege handen. Hoe is dat afgezien van de uitslag om zo'n zo tweede helft alleen maar te spelen? Ja, te vreemd. Ja, ja 45 minuten en het is afgelopen. en uh, ja, Het resultaat telt, je staat met lege handen. Je kunt er niks meer aan veranderen. Komend weekend uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen? Ja, zeker. Nou, dat heb ik de jongens net ook maar voorgehouden. En, uh, op zondag weer een wedstrijd en dan kunnen we ons revancheren. En, en uh, ja, dit moeten we snel weer vergeten.